Yo, het is de Bos weer vandaag met een nieuwe unboxing video. Ja, geen commentary, nee. Een unboxing video. Zoals je kunt zien, mijn schatje is gearriveerd. Hè, de opvolger van de Xbox 360, de Xbox One. Ik heb hem vast, ik heb hem in handen kunnen krijgen, ik zal het zo zeggen. Waar ben ik hem gaan halen? In de Mediamarkt in Schoten. Ik had gebeld, eentje opzij laten leggen en dat was in orde. Gaan afhalen samen met dat hier. Hoho, kijk er naar uit. Komt er zeker op mijn kanaal. Maar ik denk, ik kom thuis, hup. En voordat ik dat ga installeren, nou, gewoon een unboxing video voor jullie. Dat is ook plezant. Dat is ook de eerste keer dat ik dat hier vast heb en ga unboxen. Dus ik weet niet aan wat ik mij moet verwachten, wat er in deze ding hier zit. Maar we gaan er meteen aan beginnen. Ik wil mij even excuseren. Je gaat mij niet zien tijdens de unboxing video, maar dat maakt niet uit, zeker. Hè? Je gaat vooral dat hier zien. En ja, ik moest hier zo wat setupen dat het allemaal goed in beeld komt. Dus we gaan er aan beginnen. Muisje opzij. En we gaan beginnen. Voilà. Ik ga de doos zo openen. Richting mij. Voilà. Xbox One. We gaan er aan beginnen. Het eerste wat ik zie is de Kinect sensor. Haal ik er zelfs wel uit. Dan gaan we hier open doen, ja. Hier wat boekjes, niks speciaal, leg ik gewoon opzij. Nog wat boekjes, leg ik gewoon opzij. En dit is Xbox Live code. Dus gratis Xbox Live, dat komt al van te pas. Allee, te pas. Bij deze krijg ik ook gratis Xbox Live. Maar ik heb nog 1 jaar Xbox Live gekocht, dus dat komt allemaal in orde. Hier, de headset die je erbij krijgt, dat is gratis. Dus dat is gewoon in je kastje steken en je kunt beginnen spreken. Momenteel werkt de Astro A40 nog niet op Xbox One. Qua, hoe was het weer? Voice chat, dus enkel voice chat. Dat moet je nog met deze doen, want er komt binnenkort een firmware, beter gezegd, update via je mixamp. En dan gaat dat allemaal in orde zijn. Zoals jullie weten, maar even terzijde, Xbox One release is nog niet binnen eigenlijk, zeg maar. Maar ik heb hem vast, dus hij is waarschijnlijk geïmporteerd, maakt niet uit. Maar sinds... Als de release er is en er komt een update, dan is het allemaal hier. Voilà. We gaan verder, mannen. Hier. Goh, maar hier ben ik benieuwd naar. De controller. Godverdomme. Ik hoop dat dat goed in mijn handen zit. Want hier ga ik lang mee moeten spelen. Oh my god, jawel. Wat ziet hem er niet prachtig uit. Goh. Ja, zo. Oh my. Even voelen. Oh my god. Perfect, mannen. Echt. Ik ben binnenkort scuf. In het geel natuurlijk. En met mijn Tinky Winky pack dat daar aan de capstok hangt. Maar komt nog wel in orde. Controller geslaagd. Oké, we gaan de volgende. USB. Nee, HDMI. Je krijgt een HDMI bij. Dus dat is al goed. Allee, ik heb HDMI's genoeg. Maar je krijgt er toch een bij voor diegene met een nieuwe monitor. Hup. Hier, de immense, welbefaamde power adapter van Xbox One. Dat is een immens pakket. Ik kan dat niet allemaal uitpakken, mannen, maar ik kan het gewoon laten zien. Dus hier, de adapter, kabel. Even allemaal opzij liggen hier, op mijn bed. Voilà, we gaan verder. Hoe werkt dat hier? Deze Kinect, denk ik. Maar hoe moet ik dat uitpakken? Zo. Ja. Ah, oké. Dan kan ik dat al weggooien hier. Niks meer in. Nee. Deze is de Kinect, mannen. Met spraaksensor en alles erbij. Camera. Ja, je zult dat wel kennen, hè. Xbox Kinect. Dat moet je gewoon zo op je tv zetten en dan kun je ermee beginnen. Weegt wel redelijk zwaar, hè. Ik had het niet verwacht. Maar het zal dan ook wel veel kunnen, zeker. Ik ga het even opzij liggen. En dan gaan we verder. En ik denk nou... Het mooiste van heel deze unboxing video bevindt zich hier. Al die moesjes hier. Dat zeker niet kapot gaat. moesjes. Nog moesjes. Ik ga die moesjes even kapot gooien. Kapot gooien, op de grond gooien. Dan zit er nog... Amai, dat weegt. Ja. Nog moesjes. Ik kan die doos gewoon even op de grond gooien. Er is nog folie rond, dus dan moet ik even zo. Hier ook nog. Zo. En dan eruit pakken zeker. Ah nee, omdraaien. Ik heb hem ondersteboven vast of. Nee. Ah nee, gewoon deze nog open.
Nu is hem ondertussen te boven. Amai. Amai, dat is groot. Wow. Holy shit. Ik vind dat groot, man. Hè? Had ik niet verwacht, maar zo nice. Ik zal even de achterkant laten zien. Dus je ziet, dat is tweedelig design. Ja, die man wou ook iets op doen. Even de achterkant voor de ingangen. Zoals je kunt zien, ja, zo. Ik weet niet of je het kunt zien, maar ik doe mijn best. HDMI, schitter 2, SCART kabel, internet, alles wat je nodig hebt om fatsoenlijk erop te gamen. En aan de voorkant. Zo, nee, zo beter gezegd. Ja, mannen, dat ziet er goed uit. Wat ga ik nu doen? Ik ga dat allemaal setupen op de monitor. Deze ding hier vastpakken en beginnen spelen, livestreamen, recorden, commentaries, komt er allemaal aan. En het belangrijkste is misschien, niet het belangrijkste, maar toch. Deze spelletje heb ik erbij gekocht, ze. Even open doen. Voilà, Titanfall met 2 dagen Xbox Live. Dat is toch iets, hè? Beter dan niets. Veel reviews gaat hierover krijgen, Nederlandse reviews. Commentaries, montagetjes, I don't know wat je hier op dit spel kunt doen. Maar als ik de 4 kwijt zo bezig zag, moest ik het spel ook echt hebben. Dus voilà. Mijn allereerste Xbox One spel is Titanfall geworden. Mannen, ik ga mij nu amuseren. Ik zie jullie later. Hè. En ik zou zeggen, zoals altijd, smet me likes, smet me die comments. Stimuleert mij enorm. Kom maar er even bij zitten. Voor de rest, ja, mannen, deze was de bos. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Hè. Ik denk in België. Op YouTube kun je de eerste Xbox One van de community, denk ik, video. I don't know, ik heb er nog geen tegengekomen. Dus voilà, hier de unboxing Xbox One. Heb je nog vragen, stel ze in de comments. Ik kan er altijd nog een nieuwe video over maken. Of even snel reageren. Deze even stilzetten, mijn gsm. Oké, voor de rest, mannen. Ik kan die rest verlaten met dat masker hier. En deze was de bos. En tot de volgende keer. Ciao. Hoe moet ik dat hier afsluiten? Ah, hier. Yo.